Groepje van vijf gaat de laatste 900 meter in. Waarbij de favorieten, tenminste de mede-favorieten, aan de binnenkant op de eerste twee plaatsen liggen. De favoriet zelf, die zijn we al kwijt, Henk Parker. En de deelnemers gaan de Z-Turf-bocht door, passeren nu ook het Z-Turf-bord. En het is nog altijd Zavira Stardust die leidt. Zavira Stardust, Magnifique de Lucia. Daarachteraan aan de reling zei de Maurits Transair. Tempo begint ietsje aan te trekken. Dan Mr. Good News en dan Annaba Brown. Weg naar de laatste bocht gaan ze eerst de 500 meter paal nog voorbij. Dan komt er altijd weer een tussentijd. Die wordt neergezet door Zavira Stardust en luidt weer 1.20.5. Kilometertje 20 en nu moeten ze heel hard naar huis met z'n allen. En het is Zavira Stardust die de eindsprint gaat inzetten. Zavira Stardust aan de buitenkant Magnifique de Lucia. Daarachter aan de reling zijn er volgt Maurits Transair. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda bocht. Aan de buitenkant Mr. Good News. En daarachter Annaba Brown. Echte verschillen worden nog niet gemaakt. Alle vijf nog dicht bij elkaar. Jaap van Rijn ligt helemaal vast aan de binnenkant met Maurits Transair. Lijkt nog heel veel over te hebben, maar kan geen kant op. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Het is nog altijd Zavira Stardust die leidt. Zavira Stardust, Magnifique de Lucia. Daar komt aan de buitenkant Mr. Good News. Maar Kamminga versnelt nog een keer. Kamminga heeft het helemaal onder controle. Zavira Stardust, eerst als analist in de studio. En straks met een winnaar in de winnaarsring. Zavira Stardust wint. Mr. Good News is tweede. En plaats 3 is voor Maurits Transair. 17-6 voor de winnaar. De uitslag is inmiddels officieel van de herstilisten Tineke Trophy. Prachtige winnaar, nummer 1, Zavira Stardust, wint hier met Kees Kamminga in 1.17.6. Tineke van der West heeft een kapsel en die heeft alle kappers vandaag uitgenodigd hier op Victoria Park en ook andere medewerkers. Het helft zit nog in het restaurant en de andere helft is hier om Zavira Stardust en Kees te feliciteren. Kees, wat een heerlijk paard. Ja, dat lijkt een hele knappe te worden, Ferry. Ja. De kwalificatie was natuurlijk al goed. Toen was het misschien één tempo. En nu liet ze ook echt zien dat ze veel snelheid in huis heeft. Ja, het paard is enorm ontwikkeld. Toen we naar Basque toe gingen, toen had ze niet veel arbeid gedaan in Ouweschoot. Omdat het soort is niet heel vroeg. En ze wou alleen maar pezen. En als je een beetje geduld hebt, dan mij ook door Bouke, die het geduld getoond met haar. En vertrouwen gehouden. En het is gewoon een heel goed paard, denk ik. Mooi verhaal. En dit is ook echt jouw soort, hè? Nou, dat weet ik niet. Er wordt gewoon een stempel opgezet. Maar natuurlijk, meneer Scheffer, die was altijd heel graag bij mij. En we hebben heel veel goede stardusten gehad. Dus, en we kunnen het mooi voortzetten. Super Kees, en mooi om de trafietstabelskleur hier weer in de winnencirkel te zien. Ja, ik moet weer denken aan Thomas Bloemen, ook in de goede oude tijd. Dus, nee, hartstikke leuk zo. Super. Goede oude tijd, praat ook nog bij met Bouke. Je hebt er even op moeten wachten, maar dan weet je ook hoe mooi het is. Ja, het duurde lang, dus af en toe dan belde ik Kees. Ik zeg, hoe lang gaat het nog duren? En dan moet je geduld betrachten. Het beestje is al 4. Maar ik zei net, je hebt Jan Scheffer op je schouder. En ik maakte een schietgebedje. Het zou heel mooi zijn als je vandaag zou winnen. Dus deze is voor Jan. Ga je nog veel plezier aan beleven? Ja, ik denk het wel. En als hij heel blijft, dus laten we dat hopen. Super Bouke, gelijk op de foto. Ja, dankjewel Ferry. Mooi winnaar Zavira Stardust, een 4-jarige donkerbruine merrie van SS Caviar uit Timely Stardust. Gefokt in Duitsland door Weilen de heer Scheffer in eigendom van Draffiet Stables. Trainer Bas Krebas en rijder Kees Kamminga. Ze winnen hier een 1.17.6. Inmiddels is Tineke van der West, de herstyliste, zelf ook aangekomen in de Victory Circle. En deze groep zag hun koers winnen door Zavira Stardust en Kees Kamminga. En ze verdienen het laatste applaus. Het valt begint met een galoppade van Henk Parker. En dat is niet de enige. John Livingston had ook al een fout gemaakt. Maar Henk Parker maakt zichzelf nu kansloos. En zo gaan we op weg naar de eerste bocht. De leiding is daar in handen van Zavira Stardust. Zavira Stardust, nu ook een galoppade van het paard van Ruud Pols. En dat is Jewel of Jane. We houden 5 paarden over als we de eerste bocht ingaan. We waren met 8 begonnen. En de leiding is voor Kees Kamminga in de drafietkleuren. Zavira Stardust. Daarachter volgt op de tweede plaats Jaap van Rijn aan de binnenkant. Maurits Transair. Eerste paard aan de buitenkant. Uitgeschakeld de 5. Magnifique de Lucia ligt nu op plaats 2. Derde is Maurits Transair. Op de vierde plaats volgt Annaba Brown. En Tom Kooijman ligt er ook nog mooi bij met Mr. Good News.
1:16:1 is de opening. En Kamminga had in de kwalificatie al een 16-tijd over de afstand neergezet. Dit kost dus weinig moeite. En de volgende bocht wordt alweer bereikt door Savira Stardust. Lengte voorsprong. Daarachter op de tweede plaats de deelnemer die in de kwalificatie ook vlak achter hem lag. Maurits Transair. De eerste paard aan de buitenkant is Magnifique de Lucia. Daarachter Annabar Brown aan de binnenkant. En daarnaast in het tweede spoor ligt Mr. Good News. De paarden komen de rechte lijn voor de tribune in. De eerste 500 meter ging 16, maar zo hard gaat het nu al niet meer. Het tempo is wat naar beneden gegaan en Kamminga leidt met Savira Stardust. Daarachter Maurits Transair, daarachter volgt Magnifique de Lucica. Daarachter is 20-3 de tussentijd trouwens, 20-3 voor de tweede 500 meter. Daarachter ligt Annabar Brown aan de binnenkant. Aan de buitenkant Mr. Good News. Groepje van 5 gaat de laatste 900 meter in. Waarbij de favorieten, tenminste de mede-favorieten, aan de binnenkant op de eerste twee plaatsen liggen. De favoriet zelf die zijn we al kwijt, Henk Parker. En de deelnemers gaan de Z-Turf-bocht door, passeren nu ook het Z-Turf-bord. En het is nog altijd Savira Stardust die leidt. Savira Stardust, Magnifique de Lucia. Daarachteraan aan de reling zijn de Maurits Transair. Tempo begint ietsje aan te trekken. Dan Mr. Good News en dan Annabar Brown. Weg naar de laatste bocht gaan ze eerst de 500 meter paal nog voorbij. Dan komt er altijd weer een tussentijd. Die wordt neergezet door Savira Stardust en luidt weer 1:20:5. Kilometertje 20 en nu moeten ze heel hard naar huis met z'n allen. En het is Savira Stardust die de eindsprint gaat inzetten. Savira Stardust aan de buitenkant Magnifique de Lucia. Daarachter aan de reling zijn er volgt Maurits Transair. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Aan de buitenkant Mr. Good News. En daarachter Annabar Brown. Echte verschillen worden nog niet gemaakt. Alle vijf nog dicht bij elkaar. Jaap van Rijn ligt helemaal vast aan de binnenkant met Maurits Transair. Lijkt nog heel veel over te hebben, maar kan geen kant op. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Het is nog altijd Savira Stardust die leidt. Savira Stardust, Magnifique de Lucia. Daar komt aan de buitenkant Mr. Good News. Maar Kamminga versnelt nog een keer. Kamminga heeft het helemaal onder controle. Savira Stardust. Eerst als analist in de studio. En straks met een winnaar in de winnaarsring. Savira Stardust wint. Mr. Good News is tweede. En plaats 3 is voor Maurits Transair. 17-6 voor de winnaar.